Wat nou als jij zoiets overkomen zou? Wat nou? Wat nou als het jou dan overkomt? Nederland is vrij nu, ook al zit je binnen. Nu is er geen oorlog, laat onderzoek beginnen. Luister en leer. Luister naar de presentaties van de klas. Op 10 maart 1940 vielen er bommen uit de lucht. Hitler kwam met zijn nazi's Rotterdam binnen en gooide overal bommen. Maar de Nederlandse soldaten vechten terug. Dat had Hitler niet verwacht. Op 14 mei stuurde Hitler een brief. Daarin stond: als jullie niet overgeven, dan bombarderen we Rotterdam. Maar de Nederlandse soldaten deden dat niet. Ik vind het heel belangrijk, omdat je er heel veel van kan leren. En ik heb geleerd dat de Nederlandse soldaten opkwamen voor hun eigen land. Mijn presentatie gaat over de oorlog in 1945. Eind 1944 duurde de oorlog al 4,5 jaar. In 1945 brak de hongerwinter uit. Mensen gingen spullen verkopen aan elkaar voor eten. Mijn onderwerp is Marshall Hope in 1949. Geldelijke steun die de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog gaf aan Europese landen zoals Nederland. Om de beschadigde economie zo snel mogelijk weer op gang te hebben. De hulp is genoemd naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in die tijd.